Gazet. Ook kom maar eens kijken, journaal met Siep Martens. Hey, en superleuk dat je kijkt naar de live aankomst hier in Steenbergen. Jullie kijken nu live mee via de SOS of via het YouTube-kanaal. Superleuk dat je erbij bent. Maar deze stream is ook nog terug te kijken. Dus stel je hebt hem gemist, dan kan je hem ook gewoon nog terugkijken. We weten natuurlijk dat Sinterklaas vandaag aankomt in het gemeentehuis in Steenbergen. Maar er was toch wel een probleem. Namelijk, de ambtsketting van de burgemeester is uit het niets verdwenen. Weten jullie dat nog? Laten we maar even gaan terugkijken. Wat? Oh jee, Sip. Wat is er aan de hand? Ik hoor net dat de ambtsketting van de burgemeester opeens uit het niets is verdwenen. Weet u hier misschien een oplossing voor? Oh jee, er gaat hier echt iets niet goed, Sip. The weather outside is hallo. Sinterklaas! Sinterklaas, u komt nog wel naar Steenbergen, toch? Ja, kinderen, dat was me toch wel wat. De ambtsketting van de burgemeester is gewoon uit het niets, hops, verdwenen. Ja, dat was toch wel een probleem. En niet alleen wij weten dat, maar bijna de hele wereld weet het, want het is wereldwijd nieuws geworden. Moet je maar meekijken. Ongelooflijk. En over burgemeesters gesproken. De burgemeester van Steenbergen is een ambtsketting kwijtgeraakt. Ik realiseer me dat u grote zorgen hebt. De burgemeester is een ketting kwijt. Deze situatie komt snoeihard aan. The man of the toupee. This is on the front page of New York Times. 该发言人表示，中央政府坚决支持香港特别行政区政府和警方。Ja, en zo bereikt Steenbergen toch weer het nieuws. Het is te bizar voor woorden. Maar laten we maar snel gaan luisteren naar wat leuke muziek die jullie thuis hebben gespeeld. Ik heb een mooie remix gemaakt. Laten we gaan luisteren. Dat is toch weer een heerlijk sfeertje, hè, met die Sinterklaasliedjes. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het er in het gemeentehuis aan toe gaat. Zullen we even contact leggen? Hallo, burgemeester, hallo. Is alles onder controle voor de aankomst van Sinterklaas? En heeft u uw ambtsketting al gevonden? Nou, Siep, ik ben nog wel zenuwachtig, Siep. Want ik heb mijn ambtsketen nog steeds niet terug. Zou die goede Sint nou wel komen, Siep? Ik weet het ook niet, burgemeester. De laatste keer dat ik Sinterklaas heb gesproken, viel de verbinding weg. Maar ik weet een oplossing. Ik kom eraan. Hoe bedoel je, Siep? Kijk, burgemeester, daar ben ik al. Oh, Siep, daar ben je. Gelukkig, ja. Dat snel. Ja. Wat fijn dat je er bent. Het geeft me in ieder geval weer wat meer vertrouwen, Siep. Ja, graag gedaan hoor. Maar ik heb ook een goed idee bedacht. Want ik zie ze al hangen. Kijk eens die mooie kettingen die alle basisscholen hebben gemaakt. Die hebben ze natuurlijk gemaakt, maar daar kunt u er toch eentje van uitkiezen om te doen, om straks Sinterklaas te ontvangen? Ja, heel goed idee, Siep, maar ja, ik kan niet kiezen. Oh ja, nee, dat begrijp ik dan weer wel. Ja, dan, laat me even denken hoor. Oh, ik hoor geklop, burgemeester. Ik denk dat we met z'n allen maar eens moeten gaan zingen. Zingen jullie mee? Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Het is maar gerust. Kijk uit, door Piet, zet hem maar even goed neer. Ik ben een goede vriend, want al ben ik zwart, want goed kweken toch goed. Gaat het goed, Piet? Wat is dat nou? Geen idee, meneer de burgemeester. Maar volgens mij was het niet de praatjes, Piet. Ja, en Sinterklaas zie ik ook nog niet aankomen. Ik denk dat we nog maar een liedje moeten gaan zingen. Ja, maar ik ga niet zingen hoor, want dan gaat hij echt niet komen als hij mij... Ga jij maar zingen. Ik zal wel gaan zingen. Kinderen, doen jullie ook weer mee? Sinterklaas! Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht.
Misschien heeft u wel even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons aan en laat je paardje maar buiten. Goedemiddag Sinterklaas. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute dat is het feest, kinderen hè? Bij. Oh. Sinterklaas, Sinterklaas. Burgemeester. Wat ben ik blij om u te zien. Welkom in de mooie gemeente Steenbergen. Dank u wel, meneer burgemeester. En wat zullen de kinderen blij zijn dat ze u kunnen zien? Ik ben natuurlijk ook weer blij dat ik in uw mooie gemeente Steenbergen mag zijn met al die lieve kinderen. Maar Sinterklaas, vindt u het nou ook niet jammer dat de kinderen er niet bij kunnen zijn vandaag? Ja, natuurlijk vind ik dat jammer. Ik had ook het liefst alle kinderen erbij gehad, maar het kan niet vandaag, burgemeester. Maar mijn verjaardag zullen we zeker vieren. Dat zal een groot feest worden. Zeg dat maar tegen de kijkertjes, Sip. Nou, dat is goed nieuws, Sinterklaas. Dus de kinderen in, even lezen, Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vosmeer, Kruisland, Welberg en De Heen hoeven helemaal niet bang te zijn dat u stilletjes een huisje voorbij rijdt. Nee, natuurlijk niet. De Pieten weten heel goed hoe ze coronaproof de pakjes moeten bezorgen. Nou, horen jullie dat, kinderen? Sinterklaas heeft altijd overal een oplossing voor. Uiteraard. Ik heb al ergere dingen meegemaakt, Siep. Geen noot. Maar wel een pepernoot, hoop ik. Natuurlijk. Pepernoten genoeg. Gelukkig. Oh, lekker. Maar burgemeester, ik zie iets aan u. Mijn bril misschien, Sinterklaas? Ik heb een nieuwe bril. Nee. Het is een... Ik hoorde Siep deze week ook al iets over uw ambtsketting vertellen. Ja, Sinterklaas. Ja, het klopt. Ik ben mijn ambtsketen kwijtgeraakt. En eigenlijk hebben we nu een probleem, want zonder ambtseten kan ik u niet officieel ontvangen. Dat is niet zo mooi, meneer de burgemeester. Nee, dat klopt, Sinterklaas. Maar ik wilde het u niet zeggen. Want ik wilde dat de kinderen, dat u toch kwam, dat de kinderen u toch kon ontvangen vandaag. Maar Sinterklaas, u bent toch niet boos op de burgemeester? Nee, natuurlijk niet, Siep. Heb je mij wel eens boos gezien? Nou nee, eigenlijk niet. Dat bedoel ik. En zoals je net zelf al zei, overal is een oplossing voor. Niet bij de pakjes neerzitten. Nou, hey, en bovendien heeft de burgemeester wel een ambtsketting. Toch, burgemeester? Jazeker, want ik heb niet alleen aan de kinderen gevraagd, of ze een tekening willen maken voor u, Sinterklaas. Maar ook of ze van mij een nieuwe ambtsketen willen maken. Kijkt u maar. En die tekeningen, Sinterklaas, die hebben ze hier afgegeven om aan u te geven. En bovenop ligt de tekening van Noortje. Met een engeltje. Speciaal voor haar, van u. Dankjewel. Kan je ze even aanpakken, Piet? Wat goed, burgemeester. Zo heeft u dus alle kinderen uit de gemeente Steenbergen toch met elkaar verbonden. Ja, de burgemeester die kon alleen niet kiezen welke ketting die aan zou willen doen. Nee, dat klopt. Uiteindelijk hebben we er eentje gekozen die ik nu om heb. En morgen of overmorgen ga ik weer een andere nemen. Ah, ik herken dat wel, meneer de burgemeester. Ik kan ook nooit kiezen welke tekening ik het mooiste vind. Maar burgemeester, uw echte ambtsketen is nog steeds spoorloos. Hoe moeten we dat nou mee doen? Ja, dat klopt, Siep. Ik wil ook aan alle kinderen dan ook graag vragen of ze blijven zoeken naar mijn ambtsketen. Overal, in alle kernen. Want, Sinterklaas, een burgemeester is net een fiets. Zonder ketting is die niets. Nou, zo te horen zit u al helemaal in de Sinterklaasstemming, meneer de burgemeester, want het rijmt. Jazeker, Siep. En zeker nu Sinterklaas is aangekomen in onze mooie gemeente. En daarom, Sinterklaas, heb ik ook een cadeautje voor u. Cadeautje? Voor mij? Cadeautje ik ben helemaal niet jarig. En bovendien, ik geef liever cadeautjes dan dat ik ze krijg. Maar Sinterklaas, u verdient gewoon een cadeautje. En daarom krijgt u een cadeautje. Oh, kijk. Mooi. Zal ik het uitpakken? Alsjeblieft. Kijk, zo goed ingepakt, meneer de burgemeester.
Oh, een letter S. Van Sinterklaas natuurlijk. Nee, Sinterklaas. Van Steenbergen. Tuurlijk. Nou, en volgens mij is dat niet het enige cadeautje Sinterklaas. Nou, kijk, nog één. Ik word wel verwend, zeg. Zo. Ik ga hem ook uitpakken. Oh. Ja, dat zal het zijn. Oh. Wat is het, meneer de burgemeester? Nou, Sinterklaas, dat is nou ons gemeentewapen. Net als de ambtsketen verbindt het gemeentewapen alle kernen met elkaar. Ik ben er stil van. Ik krijg een mooi plekje op de schoorsteen van mijn kasteel in Spanje. Dankjewel. Dank u wel, Sinterklaas. En omdat alle kinderen in onze gemeente eigenlijk een cadeau verdienen, ben ik ook zo blij met de actie Speelgoed voor elkaar in onze gemeente. Ben ik het helemaal mee eens. Zo krijgt elk kindje in ieder geval een cadeautje. Maar Sinterklaas, toch nog even een vraagje. Alle kinderen mogen vanavond hun schoentje toch wel weer zetten? Tuurlijk, Siep. Elk kindje mag zijn schoentje zetten vandaag. Nou, dat is wel een pak van mijn hart, Sinterklaas. Want wat kunnen de kinderen nog meer doen? Nou, mijn grootste wens is natuurlijk dat ze thuis Sinterklaas vieren met hun gezin. Ze kunnen tekeningen maken en ze kunnen het gezellig maken. Ze kunnen misschien een beetje snoepgoed eten en dansen en springen. Ze kunnen natuurlijk met de Pietergym meedoen. En ze kunnen ook nog de televisie kijken. Natuurlijk naar alle Sinterklaasjournaals. En misschien als ze heel goed zoeken, kunnen ze ook nog de gluurpietjes zien. Nou, dat vind ik een goed plan, Sinterklaas. Bedankt voor de tips. Graag gedaan, Siep. Maar helaas heb ik het druk. Ik moet ook nog naar de krant en ik moet ook nog naar Omroep Brabant. Maar ik heb natuurlijk mijn laptop en daarmee houden we contact. Ja, ik zal u weer videobellen, Sinterklaas. Dat komt helemaal goed. Prima, Siep. Sinterklaas, wat fijn dat u geweest bent. En Sinterklaas, pas goed op uzelf en de Pieten in deze tijd. Ga ik doen, meneer de burgemeester. Ik ben ook heel blij dat ik hier in dit mooie gemeentehuis ben ontvangen door u. En ik hoop dat het volgend jaar allemaal weer mooi in uw mooie haven kan gebeuren. Het was weer een eer, Sinterklaas. Kinderen, zingen jullie mee? Nou, dag hoor. Tot ziens, Sinterklaas. Dag, 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 lieve Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaas. Tot ziens, Sinterklaas. Dag, dag. Waar jullie ook, kinderen? Nou kinderen, dit was het dan alweer. De aankomst in het gemeentehuis hier. En zijn jullie er 21 november ook weer bij op zaterdag? Want dan is namelijk de officiële eerste aflevering van het Ook Kom Eens Kijkersjournaal. Tot dan. Doei doei. Dag. Pauze.